Maris? Ja? Mijn excuses op de manier waarop ik jou bovenaan sprak. Als jij je daar ja, maar weet je, Jens, wat ik heel erg vervelend vind, en dat heb ik gisteren ook gezegd. Jullie hadden meteen tegen me naar mij toe moeten komen. En gisteren hebben we een gesprek gehad, lopen jullie daarna weg, wordt het over het hele trein verspreid over ons gesprek. Dat vind ik gewoon niet netjes. Een beetje respect voor ouderen kan best wel. Dat moet je ook naar Alexandra hebben en dat moet ook naar iedereen zijn. Weet je, ik heb ook respect voor jongeren, maar jongeren moeten ook respect voor ouderen hebben. Ja, op eenzelfde manier. De manier hoe jullie gecommuniceerd hebben, vind ik echt nat dan. Maar dan wil ik heel graag weten wat je hebt gehoord, want dat hoor ik nu niet. Nou, verschillende dingen zijn er gezegd over dat ik het allemaal niet snap en dat ik het allemaal niet begrijp en bla 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 bla. Nee, dat is er gezegd. Weet je, ik ben gewoon heel duidelijk geweest, ik moet slapen. Klaar. Ja. Maar die discussie hebben we gevoerd. Als ik zeg dat ik daar niet slaap en dat ik het een week geprobeerd heb, dan is het klaar, Jens. Dat snappen we allemaal. Ja. En daarom heb maar ik het... Maar het kan zijn, Jens, het is gewoon zo. Je leeft met 15 mensen in een samenleving. Wij zijn geen match, dat kan. Vind ik nogal een voorbarige conclusie die je trekt na 2 weken? Dat is mijn gevoel. Mijn gevoel laat me nooit in de steek. En ik wil normaal met je gewoon communiceren over dingen die hier gebeuren. Maar verder blijft dat voor mij. Ik hoef geen inhoudelijke gesprekken met jou over dingen te hebben. En dat is mijn mening daarin. Want bij mij zit je momenteel in mijn irritatiefase. Dat is prima. Ja, dus maar dan hoop ik ook dat we op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Ja, maar ik hou het daar eventjes bij nu ook. Maar dan wil ik nog wel heel graag een excuses voor het noemen van een... Ja, maar op de manier hoe jij mij over mij gecommuniceerd hebt, dat vind ik gewoon nat dan. Je vindt het terecht, zeg maar, wat je hebt gezegd. Omdat ik, als ik iets vind, weet je, dan zeg ik dat ook. En dan alsnog hoop ik dat je een beetje rekening houdt met je woordkeuzes, zeg maar. Iemand een Mogol noemen is niet normaal. Ja, voor mij is het even goed, zo. Ik vind het super kinderachtig voor iemand van 37. Ik ga in ieder geval nu niet met een fijn gesprek dit afronden. En als iemand mij zo vraagt, wat vind je ervan dat Mariska jou een achterlijke Mogol noemt? Ach, dan mag je het antwoord zelf raden. Dit is toch niet normaal, hé? Jens, ik zeg dat... Je noemt me gewoon geen achterlijke Mogol! En jij loopt niet de hele dag tegen mij te schreeuwen. Als jij zo met mij omgaat, dan bied je daar je excuses voor aan. Nou, ik heb tegen jou gezegd dat ik eerst een excuus van jou wil op de manier waar jij met mij omgaat. Ik heb direct, toen wij het gesprek begonnen, mijn excuses aangeboden over de manier hoe ik tegen jou praatte. Maar jij blijft bij het standpunt dat ik een achterlijke Mogol ben. Ik vind gewoon dat je een beetje inlevingsvermogen mag hebben, Jens. Je hebt gewoon, als je dat soort woorden gebruikt, je excuses aan te bieden. Ja, dat vind jij. En dat vind je niet. Maar ik ga er even over nadenken. Ik hoop dat je bij me terugkomt, en anders ben ik echt diep, diep teleurgesteld. Ja, ik ga er even over nadenken over de situatie, Jens. Is het opgelost? Ze gaat er nog even over nadenken of ze haar woordkeuze wil herzien. Maar ze is daar tot op heden niet aan toe. Nou, ergens heeft ze wel een punt natuurlijk. Ik ben mezelf er ook wel van bewust dat ik een idioot ben. Maar zeg dat dan. Zeg van, hey, ik vind jou een ontzettende dwaas. Een ontzettende pannenkoek. Een wous, een wat dan ook. Kies je woordkeuze uit. Maar ik vind achterlijke behoefing net te ver gaan. Valt ik geen normaal gesprek met die vrouw te beginnen? Nee. Ik weet het ook niet. En nu heeft ze besloten dat, nou, until the end of time, wij elkaar niet liggen, want wij zijn niet elkaars mensen. Oh, dat is nu de conclusie, de eindconclusie. Tabé. Ik ben oud en wijs genoeg. Ik heb voor grote bedrijven gewerkt. Ik werk de hele dag. Ik help alles en iedereen. Ik weet niet. Jens, kom eens hier. Ja, schattig. Vind je toch zielig. Ja, als iemand me maf keert, dan daar aan toe. Yeah. Maf is niet erg, want ik ben maf. En Kees wil, kan ik nou ook niet echt dusdanig. Een gekkie. Weet je, ja, we zijn allemaal gekkies. Ja. Maar een achterlijke Mogol vind ik nog wel niet.